Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken neemt genoegen met de uitspraak in de rechtszaak die hij had aangespannen tegen Star News en hoofdredacteur Nita Ramcharan. Hij sprak journalisten eerder deze week voor de vergadering van de ministerraad over actualiteiten. De bewindsman stelt dat hij niet aan de persvrijheid is gekomen door een zaak aan te spannen. Hij was slechts van mening dat zijn naam en eer zijn aangetast door een kolom van Ramcharan, waarin ze hem verantwoordelijk houdt voor het uitlekken van informatie over openbare aanbesteding. Natuurlijk was er wat gebeurd. Men begon te twijfelen dat ik aan de vrijheid van jullie kom. De rechter heeft duidelijk antwoord gegeven dat ik helemaal niet aan de persvrijheid ben gekomen. Niets heb beknot. Ik heb jullie ook niet aangevallen of weet ik veel wat. Ik ben ook niet achter jullie gerend. Integendeel. Daar heeft de rechter duidelijke uitspraak gedaan, dat ik daar niet op ben gekomen. Tweede is, de rechter heeft gezegd dat de verantwoordelijkheid bij mij ligt. Dat neem ik op mee. Maar als ik als minister een uitspraak doe, dat stukken niet via mij zijn, wat moet ik dan doen? Je hoeft niet altijd eens te zijn met de uitspraak van de rechter. Je mag naar het hoger beroep gaan. Soms is het je voordeel, soms is het een nadeel. Dat kan gebeuren. Dan neem ik daar genoegen mee. De minister geeft aan dat de rechter hem in het vonnis heeft geadviseerd om zich niet te storen aan het kolom dat Star News heeft geschreven. Hij benadrukt dat hij wel met kritiek weet om te gaan, maar hij geen beledigende kritiek duldt.